In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering ga ik op bezoek bij verschillende initiatieven die er zijn op het gebied van voedsel. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Fijn boodschappen gedaan? Ja hoor. Ja? Ja. Weet u wat u per maand uitgeeft aan boodschappen? Oh, nee, dat weet ik niet precies, maar zeg maar alles bij elkaar. Ja? Nu 25 en anders 50, 60. Hoe zou ik zo niet kunnen zeggen? Houdt u over aan het eind van de maand? Tekort? Denk eerder tekort. Tekort. Je ziet heel veel mensen boodschappen doen. Denk je soms, hey, dit kan anders of dit kan beter? 35. Ja, ik vind eigenlijk dat mensen hier al heel goed doen. 7,20 euro alsjeblieft. Omdat je bij ons in de crème kan je gewoon lospakken. Dus je hoeft niet 2 kilo te kopen van iets. Of al die voorverpakte dingen. 1,50 alsjeblieft. Dus je kan hier al pakken wat je nodig hebt. En dat scheelt al. Daarbij bespaar je al, want je gooit niks meer weg. Dankjewel. Vandaag ga ik op bezoek bij de winkel van de voedselbank in Arnhem-Zuid. Hier krijgen de mensen geen voedselpakket, maar mogen ze zelf uitzoeken wat ze nodig hebben. Er is elke werkdag een uitgifte waar gemiddeld zo'n 80 klanten extra voedsel komen ophalen. Ik krijg een rondleiding van Kim Witte, een van de 324 vrijwilligers die de voedselbank Arnhem telt. Hoi, ik ga je vandaag een rondleiding geven. Nou, ja, ik ben benieuwd. Laten we zien. Kom binnen. Hier zijn we in de wachtkamer. Ja. Hier wordt de naam afgestreept van de persoon. Die komt halen. Ja, die komt halen. En dan kan die persoon daar gaan zitten. Mm-hmm. Want ze mogen niet zelfstandig de winkel in? Nee, samen met een vrijwilliger. Oké, okay. En ja. Jij bent een van die vrijwilligers? Klopt. Oké, okay, ja. Nou ben benieuwd. Laat me zien. Is goed. Dan kom je hier binnen in de winkel. Ja. De klant die pakt een kar. Oké. Okay. Dat is om de boodschap in te doen. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En dan komen we hier bij het daghoofd. Die streept de klant af. Je geeft het nummertje af die je hebt. Ja. En dan ga je met de vrijwilliger de winkel in. Oké, okay, nou ik ben benieuwd wat er te kiezen valt. Goed, een goed gevulde winkel. Zeker. Hebben jullie elke week dezelfde producten? Nee, niet altijd. We hebben wel veel producten zoals brood en zuivel, maar dat is ook altijd wel weer verschillend. Mm-hmm. En hoe werkt het precies? Want mag ik hier pakken wat ik wil? Nee. We hebben het onderverdeeld in 3 categorieën. Ja. Een klein gezin, een middelgroot gezin en een groot gezin. Ja. En bijvoorbeeld een groot gezin mag 2 producten, maar okay. Een klein gezin 1. Dus als ik alleen ben, dan mag ik 1 product, maar ja. Ben ik met 5, dan mag ik er 2 van pakken. Ja, klopt. Oké. Okay. En ja. Wat hebben jullie hier zoal liggen? Ik zie multigranen, ja. Dit zijn rijstewafels. Ja. Is het nou gebaseerd op wat je nodig hebt per week? Of? Dat proberen we wel. Maar we kunnen niet garanderen dat we elke week alles hebben. Maar mm-hmm. We proberen het wel. En we halen ook heel veel uit het distributiecentrum. En we krijgen ook veel, nu omdat het zomer is, krijgen we ook van de stadslandbouw. Oh, lekker. Groenten en fruit. Dus verse spullen ja, erbij. We proberen wel aan de schijf van 5 ja. Ons te houden. En wat ik hier haal, is dat genoeg voor mij voor een week om te eten? Nee, het is geen boodschappenpakket, het is echt een bijpakket. En ja, we proberen wel zoveel mogelijk weg te geven aan de klant, zoveel we kunnen eigenlijk. Maar helaas kunnen we het niet voor een week de koelkast vullen bij mensen. Dat is jammer. Ja. De voedselbank werkte eerst met de pakketten. Jullie zijn nu overgegaan op deze winkel. Ja, klopt. Wat is de reden daarvoor? Gewoon om voor de klant eigenlijk het supermarktgevoel te geven.
En dat je niet een nummertje bent en dat je het gevoel hebt dat je hier gewoon letterlijk... Ja, de dingen die je wil, kan je dan gewoon hier meenemen eigenlijk. En als je iets niet wil, dan hoeft het ook niet. Dus je wordt niet opgezadeld met iets wat je bijvoorbeeld niet lust? Nee, klopt. Okay. Ja. Hebben jullie nog tekort op bepaalde producten? Ja, zeker. Bijvoorbeeld het vlees. Hebben we heel weinig vis en kip. Ja. Dat zouden we nog wel wat meer willen eigenlijk. Maar ook groenten. Want je hebt nu wat groenten liggen. Het is inderdaad niet heel veel. Nee. Hoeveel mensen halen hier op een woensdag hun pakket? 80. 80 mensen? Ja, heel veel. En hoeveel mensen moeten er nu nog komen? Ik denk dat we er nu ongeveer 15 op hebben zitten, dus dan moeten er nog 65 komen. Ja, dan is de hoeveelheid groente inderdaad aan de krappe kant. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat dit is? Dit noemen we de graaibakken. Oh. Ja, hier mogen de mensen gewoon wat uitzoeken wat ze willen. En je mag hier bijvoorbeeld van glazuur van Dr. Oetker, mag je bijvoorbeeld 2 van meenemen. Of de babypotjes, tomatenpuree. Dus eigenlijk wat over is en wat jullie kwijt willen. Maar vooral ook wat te veel is. Oké. Ja, en wat eigenlijk weg moet. Ja, duidelijk. Ja. En wat doet dat met je, dat je dat ziet, dat mensen geen geld meer hebben om eigenlijk normaal de boodschappen te doen? Dat is best wel aangrijpend. Je leert er natuurlijk wel mee omgaan en je maakt er heel iets leuks van natuurlijk om hier lekker even te winkelen. Mm-hmm. Dus je ziet het altijd weer als een positiviteit. Maar het is toch wel, voor de mensen is het wel zwaar om hierheen te moeten gaan om je boodschappen te halen. Ja, ja, dat zeker. Merk je nu dat mensen ook zich schamen om bij de voedselbank te komen? Sommigen wel, maar de meeste mensen zien het toch ook als een klein beetje ook een uitje, denk ik. Om even weg van huis te zijn, bedoel je? Ja, en gewoon even lekker rond te kijken en de spulletjes mee te nemen. En dat is ook weer iets positiefs. Het is niet alleen maar negatief. Ik blijf nog even in de winkel hangen, omdat ik benieuwd ben naar wat voor boodschappen de mensen hier halen. En uiteraard ook waarom. Wil je de 2? Lieve. Hallo. Hoi. Wat bent u al aan het uitzoeken? Een maaltijdje. Een maaltijdje. Wat gaat u maken? Ja, van alles wat. Dat ligt eraan. Ja. Wat je hier een beetje meeneemt. Hè. Kunt u hier een beetje goed van eten? Ik kom redelijk. Ik moet wel bijproducten halen. Ja, zoals? Nou, dus aardappelen. Oh ja, ja. Verfruit. Eigenlijk de dingetjes die eigenlijk extra de nodig hebben. Het is een aanvulling. Het scheelt wel qua uitgaven. Want hoe lang loopt u al bij de voedselbank als ik vanaf oktober 2018. 18. Ja. En mag ik vragen waarom? Ik zit in de bijstand. Ja, ik ben in 2012 ontslagen. Eigenlijk daarna is het niets meer... Geen baan meer gehad? Nee, en wat was uw bureau? Huismeester. Maar u solliciteert nog wel? Of? Minder. Minder. Ik heb de kans een beetje opgegeven. Ja, ja. Lichamelijk komen er wat meer klachten. Mm-hmm. Ik heb nu erg last van spierpijnen, maar dat is ook rheumatische pijnen en zenuwpijnen. En die breken de mijn enorm op. Ja. En wat vindt u van de voedselbank? Ja, het is een uitkomst. Het is een mooie aanvulling. Ik schaamde me wel in het begin ervoor. Ik heb zoiets van, ik ben blij dat het er is. Het is als je weet wat je in de maand overhoudt. Ik heb nu maar 940 euro. Mm-hmm. Ja, en dan moet ik alles voor betalen. Hè? Ik ben sinds oktober 2018 gescheiden, helaas. En het is moeilijk allemaal. Ja. Garnalenspiezen zijn extra. Ja, doe maar. Ik geloof dat mijn man die wel lekker vindt. Jullie hebben de flinke kar met boodschappen. Ja, zeker. Je moet veel monden voeden? 5 in totaal. 5? Ja. Met je man en 3 kinderen? En 3 kinderen, ja. Oké. Okay. En 2 jongens in de puberteit. Dus dat wilt wel. Ja, dat snap ik. De meid eet wat minder, maar dat zorgen de jongens wel weer voor dat het wel weer... Zit in de groeispurt. Behoorlijk, ja. Heb je hier nou voldoende aan voor een week? Nee, ik moet wel bijhalen. Bijhalen? Ja, ja.
Maar scheelt het wel heel veel op je boodschappen? Of? Ja, het scheelt wel heel veel op de boodschappen, ja. Ja, absoluut. Okay. Dat het is zeker wel voor 2-3 dagen dat je eigenlijk bij elkaar hebt om wat mee te doen. Dus, mag ik vragen hoe lang jullie al bij de voedselbank lopen? Ik denk nu bijna, moet ik even denken hoor, 1,5 jaar. Anderhalf jaar? Ja, okay. 1,5, 2 jaar. En nou. Hoe vond je dat in het begin om hier te komen? Ja, heel erg spannend en eng. Ja, ja? Ja toch wel. Was maar nu niet, meer gewend? Of? Ja, nu wel, maar je kent de mensen nu ook een beetje. En dan gaat het allemaal veel makkelijker en soepeler. En dan is het gewoon ontzettend, ook heel erg gezellig. Oké. Ja. Want jij en je familie zitten in de schuldsanering of niet? Of? Ja, we hebben in de schuldsanering gezeten. Ja. En zijn er nu wel uit. Oké, okay, maar fijn. We zijn nog niet zo ver dat wij het allemaal zelfstandig kunnen rooien. Niet joehoe, we zijn eruit dus? Nee, het was eigenlijk meer van, oh jee, wat nu? Ja. Want het lukt nog steeds niet dus om rond te komen? Nee, want je moet in één keer veel meer bij gaan betalen wat je eerder niet had. Dus er komen gewoon weer kosten bij die je eerder niet had. En omdat wij in de vrije sector huren, omdat mijn man wel veel verdient of genoeg verdient, maar die vrije sector is ontzettend duur. En dat heeft tot gevolg dat het eigenlijk gewoon niet zo goed gaat daardoor. Ja. Goh, dat lijkt me echt vervelend. Vind je het goed als ik een keer bij jullie thuis kom praten hierover? Ja, dat is heel goed. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja. Ja, want dit lijkt me niet echt de omgeving om alles op tafel te leggen. Nee, niet goed, echt. Goed, dan laat ik je verder met de boodschappen. Wens ik je nu in ieder geval nog een hele fijne dag toe. Ja, dank je wel. Ga altijd voorbereid op pad. Maak thuis alvast een boodschappenlijstje van de producten die je echt nodig hebt. Kijk in onze folder. Daarin staan altijd de actuele aanbiedingen. Zo kun je veel geld besparen. En vergeet niet te eten voordat je op pad gaat. Met honger winkelen zorgt er vaak voor dat er veel onnodige producten in je mandje belanden. Op onze groenteafdeling kun je zowel gesneden als ongesneden groenten kopen. Als je kijkt naar deze spersiebonen, gesneden, hartstikke handig natuurlijk. Maar besef je wel dat het gesneden product 2 keer zo duur is als het ongesneden product? Op de vleesafdeling kun je voordeelverpakkingen kopen. Deze verpakkingen zijn net iets groter dan de kleinere verpakkingen. Is het te veel, vries de helft in. Daarnaast op de vleesafdeling zie je vaak de 35% kortingstickers. Je herkent ze hier aan de gele stickers. Het product is dan beperkt houdbaar, maar nog prima te gebruiken dezelfde avond. Of als je het invriest, dan is het prima te verlengen nog. Spaar je lege flessen op. Zo heb je altijd een stiekem spaarpotje. Als je je flessen 1 keer per maand inlevert, heb je altijd een extraatje om leuke dingen van te doen. Of gewoon om de maand door te komen. Kijk altijd naar het onderste schap. De producten op het onderste schap zijn vaak veel goedkoper dan de schappen daarboven. Zo ook met deze rijst. De kiloverpakking biedt veel meer voordeel. Kijk op het schap altijd naar de huismerken. Het huismerk is vaak veel voordeliger dan het A-merk. Maar soms kan het A-merk weer voordeliger zijn. Zoals deze week is het 1+1 gratis op de maaltijdpakketten. In dit geval zijn de A-merken weer goedkoper. Dus blijf altijd bewust en blijf vergelijken. Zoals ik al eerder zei, het kopen van grotere verpakkingen, voordeelverpakkingen, levert extra voordeel op. Maar ja, dan heb je te veel gekookt. Wat doe je met de restanten? Bewaar ze in een hele mooie vershouddoos. Zo blijven je kliekjes goed bewaard en kun je ze eventueel ook nog invriezen voor een later moment. Neem altijd zelf je boodschappentas mee als je boodschappen gaat doen. Mocht je hem toch een keer vergeten zijn en je moet aan de kassa toch een tas kopen, koop dan altijd de Big Shopper. De Big Shopper is duurzaam, gaat jarenlang mee en is per saldo dus goedkoper dan een losse plastic tas. Mocht je een keer geld over hebben, dan kun je altijd verkiezen om koopzegels te kopen. Deze zegels leveren meer rendement op dan het geld op je spaarrekening. In de voedselbank ontmoette ik Claudia van Usje en haar zoon. Zij en haar man Herco werkten allebei in de zorg. Tegelijkertijd werd Claudia zwanger van hun 3de kind. Ze besloten toen een groter huis te kopen, terwijl het oude huis nog niet was verkocht. Half Nederland deed dat toen.
In 2008 sloeg ook de crisis toe, waardoor en hun oude huis niet werd verkocht en hun inkomsten drastisch achteruit gingen. Lange tijd hielden ze het hoofd boven water, maar in 2015 moesten ze toch de schuldsanering in. Ze zijn daar nu een half jaar uit en Herco heeft inmiddels ook een goed salaris, maar rondkomen, dat kunnen ze nog steeds niet. Hoi. Ga zitten. Kan het dat jullie dan nog steeds bij de voedselbank een bijpakket moeten halen? Nou, dat heeft ermee te maken omdat je namelijk die doelgroepen waar wij dan in of tussen vallen, tussen daar zeg voor de makkelijkheid 42.000 en de 50.000 euro bruto per jaar. Maar als je dan in de vrije sector moet huren, dan zit je gewoon vast met een torenhoge huur, wat ieder jaar maar steeds duurder wordt. En dus met alle vaste lasten die er zijn, kom je dus onder de norm, zoals de voedselbank dat zelf hanteert. En hoe voelt dat? Dat je dan, hè, je bent van je schulden af, dan heb je denk ik een heel blij gevoel. Maar ja. Nu moet je nog steeds aankloppen bij instantie omdat je niet rond kan komen. Ja, dat is toch wel beschamend ook, voor een gevoelsmatig ook. Ja, je hebt best een goede baan. Mm-hmm. En maar dan nog dat je het eigenlijk niet haalt. Omdat, wat ik net ook al zei, de vaste lasten die er zijn, ja, die zijn zo torenhoog, waardoor je het daardoor dus niet dan het redt. En dat is het grote nadeel, want heel veel mensen die zeggen dan, joh, maar als je dan in een huurwoning zit, dan heb je toch ook recht op een bepaalde voorzieningen, en huurtoeslag en dat soort zaken. Maar dat vervalt dan dus ook voor onze doelgroep. Ja. Ja, dus je blijft achter de feiten aanhobbelen. Ja. En wat heeft het met je als mens gedaan dat je dus eigenlijk geen goede zeggenschap meer had over je geld en op elk dubbeltje moest letten? Ja, dan moesten we voor de WSMP moesten wij dat al op een bepaald moment letten op het geld. Mm-hmm. En omdat je dat al zoveel jaren doet, wen je er wel een stukje aan. Maar het is niet leuk. Je wilt niet altijd naar je kinderen nee moeten zeggen en dat het dat het gewoon even niet kan. Ja. Nu, hè, zijn er dingen dat je zegt dat zou ik heel graag weer willen doen als ik wat meer te besteden heb, wat je moet laten? Ja, bijvoorbeeld wat ze heel graag zouden willen is iets heel simpels. Lekker zomers met het hele gezin op vakantie gaan. Dat gaat dus eigenlijk niet, omdat er daar de gelden niet voor zijn. Mm-hmm. Hè, terwijl onze jongste, die is nu dan 12 jaar, en die gaat dan voor de tweede maal mee met de oom op stoer. Mm-hmm. Daardoor dat zij dus wel een vakantie heeft. Ja. Ja, en dat is dan is ook het grote nadeel, wat ik net ook al aangaf. Zoals de voorgaande 3 jaar hadden we dan dus wel recht op die geldenpas. Mm-hmm. Waardoor je dan dus wel daarmee even een dagje uit naar Burgers Boost toe kon gaan. Wat in die coup acties zit, of zoals een paar jaar geleden naar Circus Rens voor de wintercircus. Ja. Dat is een stukje, of dat stukje, dat vervalt dan. Stel dat ik kom iemand tegen en die begint in de schulden te raken of heeft al problemen met geld, die dan advies zou willen geven. En wat voor advies zou die persoon dan willen geven? Ja, sowieso van gewoon, ga zo vroegtijdig hulp zoeken en je bent niet de enige. Mm-hmm. En ga gelijk op zoek via Rijnstad, zoals het hier in Arnhem is, of bij een andere instelling hier in Arnhem. Van joh, ga de hulp zoeken, vraag van wat zijn de mogelijkheden of de onmogelijkheden. En pas daar jouw plan op aan. Ja. Dat is gewoon van vroegtijdig. Ook al zeggen de banken van joh, dat is niks. Maar ga wel door. Blijf gewoon doorzetten. Ja. De voedselbank heeft een dubbel imago. Aan de ene kant vinden veel mensen het een goede instelling, maar er wordt soms ook gemakkelijk over gedacht.
Het is niet zo dat je zomaar even een pakket mag halen. Ik praat met Barbarette Voosgeert, die in de aanmeldcommissie van de voedselbank zit. We staan nu bij de winkel van de voedselbank. Ja. Kun je daar zomaar naartoe? Absoluut niet. Nee, dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. Om je voorbeeld te geven, als je onder een bepaalde norm valt qua leefgeld, dan kom je in aanmerking. En dat wordt bepaald natuurlijk door de inkomsten te nemen en de vaste uitgaven. Nou, dat trek je van elkaar af en dan kijk je wat er overblijft onder de streep. En voor een basishuishouden is dat 135 euro per maand plus 90 euro per persoon die zich in dat huishouden bevindt. Dus een eenpersoonshuishouden is een norm van 225 euro. En elke persoon die daarbij komt, is 90 euro erbij. Maar 225 euro is niet heel erg veel. Wat als ik nou 10 euro te veel verdien? Wat dan? Daar kijken wij niet zo heel strikt naar. Maar we kijken dan echt naar de omstandigheden van de persoon. Dus wij krijgen het aanvraagformulier binnen. Daar staan keurig alle cijfertjes op. Dan kan je je heel strikt aan die cijfertjes houden. 10 euro te veel afwijzen. Dat doen wij niet. Wij kijken echt naar de situatie van het gezin. Zijn er kinderen bij? Is er sprake van een ziekte? Veel medische extra kosten? En als het goed is, staat er op de toelichting van het aanvraagformulier een uitleg van de hulpverlener hoe die situatie is. Niet altijd. Als dat niet gebeurt, dan bellen wij de hulpverlener op. Goh, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Je zegt net ook een hulpverlener. Je moet je altijd aanmelden bij de voedselbank via een hulpverlener? Klopt. Bij onze voedselbank wel. Dat verschilt nog wel bij de voedselbank in Nederland. Maar wij hebben er ooit voor gekozen om een aanvraagformulier te laten invullen door een hulpverlener. Waarom? Omdat die hulpverlener kent die persoon of dat gezin. Die komt daar thuis, die weet de situatie goed. En hoeveel aanmeldingen krijgen jullie gemiddeld per maand? Nou, wij krijgen zo per week hebben wij 50 à 60 mails met verlengingsaanvragen of nieuwe aanvragen te verwerken. Dus nou ja, keer 4. Dus rond de 200, 250 aanvragen. Daar zitten dus ook veel verlengingen bij. Dus als wij een voedselpakket toekennen, is dat meestal voor 6 maanden. Dat is de basisperiode. En na die 6 maanden moet er weer een verlenging aangevraagd worden. En is er ook een maximum gebonden aan hoe lang je bij de voedselbank kunt lopen? In principe niet, maar de Voedselbank Nederland houdt 3 jaar aan, omdat het eigenlijk wel een noodsituatie is. En we hopen natuurlijk allemaal dat binnen die 3 jaar, dat is ook de periode dat de schuldsanering bijvoorbeeld voorbij is, dat de situatie dan ook verbeterd is. Maar dat is niet altijd het geval. Dus wij kijken niet strikt naar die 3 jaar. De eerste voedselbank werd in 2002 opgericht. Anno 2019 is deze niet meer weg te denken als extra hulp voor mensen met een laag inkomen. Ik vraag Barbarette wie er nu vooral gebruik maken van de voedselbank. Ja, het verschuift zich een beetje. Wat we nu een beetje zien, vreemd genoeg, is dat wij veel aanvragen voor jongeren krijgen. Er zijn zelfs minderjarigen bij, maar echt jongeren, hè? Zo rond de 21, 23 jaar. Dat is wel meer dan voorheen. En hoe dat komt, weten wij eigenlijk niet. Dat is een vreemde ontwikkeling eigenlijk. Want je leest dan die dossiers door en is er dan niet iets wat opvalt, hè? Dat die jongeren dan iets vragen? Is dat dan omdat ze eerder in de schulden komen, omdat ze niet aan een baan kunnen komen? Of... Ja, het zijn toch wel jongeren die het al eigenlijk wel op vrij jonge leeftijd al schulden hebben gemaakt op de een of andere manier. En die pakken dat dan niet goed aan of die weten de weg niet naar hulpverlening. Misschien ook uit schaamte of zo, dat zou kunnen. Dat ze te laat aanpakken en met boetes niet betalen, dat soort dingen. En dan schroef je de schroef steeds verder het hout in en dan kom je er steeds moeilijker uit. Heb je nog iets anders, een tip voor mensen van joh, doe dat vooral niet of wel om uit die schulden te blijven? Ja, nou wat ik als tip zou willen geven is trek aan de bel. Neem actie. Laat het niet lopen. Want het wordt alleen maar erger. Het gaat niet vanzelf over.
En dat vind ik soms wel heel pijnlijk om te zien. Dat er mensen zijn die het heel erg moeilijk vinden om een hulpverlener in te schakelen. Terwijl ze daar heel veel baat bij hebben. Mensen zijn misschien bang of dat ze te veel moeten blootgeven aan hun gegevens of zo. Maar alleen dan helpt het. En dan een wijkteams, een Rijnstad, kon ontzettend veel doen om dat te stoppen en te keren. En ja, dus trek eerder aan de bel. Stap over die drempel en ga naar hulpverlening toe. De Blauwe Tomaat is een nieuw initiatief in Arnhem. In september 2018 begon Loes van der Meulen met een SUV-wagen door Arnhem te rijden. Het doel van haar project is om goedkoop groente en fruit te verkopen om verspilling tegen te gaan. En om mensen met een klein budget te helpen. Loes staat de wagen vol te laden om naar de geitenkamp te gaan als ik haar spreek. Zij legt me uit hoe ze aan deze goedkope groente en fruit komt. Wij kopen het in van de veiling in Veenendaal. Wat we daar proberen is zoveel mogelijk de B-keuze. En doordat wij B-keuze kunnen inkopen, kunnen we het ook goedkoop verkopen. En daarnaast hebben wij hele smalle marges, omdat we het vooral belangrijk vinden om goedkope producten aan te bieden. En wat is goedkoop dan? Wat moet ik me voorstellen wat ik in de winkel betaal en bij jullie? Nou, onze appels en peren zijn bijvoorbeeld €1 per kilo. Dus dat is heel erg goedkoop. Wij verkopen aardappelen voor 75 cent per kilo. Goede aardappelen, zoals Frieslanders of Zeeuwse roem. En zijn jullie dan echt speciaal een project voor mensen met een smalle beurs? Nee, iedereen is bij ons welkom op de wagen. We vinden het juist heel erg fijn dat zoveel mensen komen. Dus je ziet mensen die echt tegen voedselverspilling zijn, die komen bij ons. Sommige mensen zijn eenzaam, die komen bij ons. Want we zetten ook een terrasje buiten en we hebben koffie en thee. Dus mensen kunnen heel gezellig even zitten. En waarom ben je dit initiatief begonnen? Goeie vraag. Ik ben het eigenlijk begonnen. Dat is begonnen omdat ik toen hoorde dat Arnhem zo hoog stond in de lijst van landelijke armoede. En dat vond ik heel erg bizar, omdat ik Arnhem een hele sociale stad vind. Dacht ik, hoe kan het dat 1 op de 9 kinderen, bijvoorbeeld in een klas, en als je een klas van 27 kinderen, betekent dat daar 3 kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En dat vond ik eigenlijk heel heftig. Ik dacht, volgens mij moet het zo zijn dat iedereen toegang heeft tot gezond groente en fruit en een ontbijt. En kom je dat soort mensen nu ook tegen, dat ze bij jou iets kopen die zeggen, nou voorheen kon ik bijvoorbeeld mijn kind geen ontbijt geven? Ja, ik denk niet dat zo concreet wordt uitgesproken, maar we spreken wel heel veel mensen die zeggen, nou wat fijn dat ik hier mijn boodschappen kan kopen, want dan hou ik wat meer over voor sport, vrije tijd, et cetera. Maar ik denk dat er voor iedereen een reden is om naar de wagen te gaan. En dat kan geld zijn, dat kan eenzaamheid zijn, dat kan voedselverspilling zijn. Eigenlijk zijn er heel veel redenen voor mensen om hier te komen. In een voorgesprek met mij vertelde jij dat mensen jullie vergelijken met de voedselbank. Ja. Maar dat zijn jullie absoluut niet. Nee. Hoe denk je dat dat komt, dat mensen dat zo zien? Ik denk dat het concept groente en fruit goedkoop, dat natuurlijk er al voor zorgt dat mensen denken van, oh, zou het een soort voedselbank zijn. Het grote verschil eigenlijk tussen ons en de voedselbank is dat wij het echt verkopen, dus je krijgt het niet. En iedereen is bij ons welkom op de wagen, dus de inkomensnorm hanteren wij helemaal niet. We vinden het juist fijn als iedereen zich vrij voelt om te komen. Ook als je de directeur bent van de ABN, kom gezellig een keer binnen, want juist die diversiteit maakt het zo leuk. Ja. Je werkt voornamelijk met vrijwilligers. Ja. Zijn dit ook vrijwilligers die zelf een krappe beurs hebben? Veel wel. Ja. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen rugzakje of zijn eigen redenen waarom ze het doen. Dus voor hun is het ook interessant. Ze mogen aan het einde van de werkdag ook groente en fruit meenemen, zodat zij nou niet het alleen verkopen, maar dus ook zelf een mogelijkheid hebben om gezond te eten. Jij komt dus veel mensen tegen die niet zoveel geld hebben te besteden. Heb jij nog een goede tip voor die mensen, wat zij kunnen doen om meer geld te besparen? Naar de SUV-wagen komen natuurlijk. Nou ja, eigenlijk wat mijn tip is dat veel mensen snelle keuzes maken. De snelle hap,
de cafetaria, de pizza. Terwijl wij hier eigenlijk hele leuke, goedkope recepten hebben, zodat je toch een gezonde maaltijd kan maken. En dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste, dat die drempel wordt weggenomen. Kun je mij laten zien wat je allemaal verkoopt vandaag? Ja, zeker. Kom binnen. Nou, hier staat Robert, onze chauffeur. Hallo. Hi. Robert. Hi. Hallo. Hi. Robert. Ja, en dit is eigenlijk de wagen. Loes heeft het enorm getroffen met Robert, haar vrijwilliger van vandaag. Hij is vrachtwagenchauffeur geweest en rijdt met gemak de SUV-wagen door Arnhem heen. Vandaag gaan ze naar de geitenkamp. Onderweg in de wagen vertelt Robert mij dat hij een PTSS leidt. Hij werkte in het leger en werd een paar keer uitgezonden. In 2015 werd hij in zijn woning overvallen en dat zette zijn leven op zijn kop. Nu is hij afgekeurd en zit hij in therapie. Maar hij wil graag wat terugdoen voor de maatschappij. Vandaar dat hij besloot om als vrijwilliger bij de Blauwe Tomaat te gaan werken. Het is dan een vrij volkse buurt, vind ik wel, maar het is ook wel een samenhang is daar wel leuk. Ja? Dat je iedereen kent, iedereen toch wel. En heb je dit werk echt gekozen om mensen te helpen? Of? Ik? Ja? Tweeërlei, ook om voor mezelf, dat ik wat meer in contact kom met mensen. En om wat terug te doen aan de mensen, mijn ervaring ook wat te delen. Ja. Je bent altijd vrachtwagenchauffeur geweest, toch? Ja, altijd. Ik ben begonnen met rijden in het leger als dienstplichtig militair. Ja. En ben ik in Libanon heb ik mijn rijervaring opgedaan. Okay. Tegenwoordig heet dat veteraan. Vroeger, nu officieel ben ik nu veteraan. Ja. Vroeger had dat die naam nog niet. En daarom heb ik echt ook vrij zwaar gehad naar die woning overval. Ja, dat vertelde je net, hè? Je woning is overgevallen en toen moest je stoppen met werken. Ja, dus kwam eigenlijk die dingen van wat ik toen als 18, 19 jaar heb meegemaakt. Die gevoelens die kwamen allemaal weer terug, die gevoelens van onveiligheid. De laatste tijd gaat het gewoon beter, merk ik wel. Ik zit ook in therapie nog. Oké. En dit werk geeft mij, ik vind het gewoon heel fijn werk hier, want ik heb eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid. Loes vertrouwt me ook heel, ja, vertrouwt me ook veel taken toe. Ja. Dat vind ik ook fijn. Ik vind het fijn dat je met dat je in de haven in de buurt zit, dat vind ik fijn. Zo bijvoorbeeld hier heb ik een plant, daar vaccineer ik altijd na. Zal ik nou ook even doen? Ja. Daar woont Wendy. En is het ook zo, vind je niet dat inkomen achteruit gedaan is? Ja, dat wel, maar dat valt op zich wel mee. Ik bedoel, ik ben altijd wel gewend geweest om het weinig geld te hebben. En de financiën of het probleem niet zo. Ja. Dat je tweede natuur is dan. Ja, is het ook. We parkeren de SUV-wagen op de Beijer in de wijk Geitenkamp. Daar staan de eerste klanten al te wachten. Ja, dat is niet zo. Ja, jawel. Geen zakkie? Nee. Nee? Gewoon dichtbij. Oké. Okay. Het vullen me. Kilo? Ja. Oh, goede opbrengst. Ja? Kom je hier vaker? Maar sinds dat je hier staat, al twee keer. Oké. Okay. En wat vind je ervan? Handig. Handig? Handig en ja? Goedkoop. Verschil met de supermarkten. Ja, hoeveel scheelt het, denk je? Ja, ik denk toch gauw 50 cent. Oké, okay. Nou dat is inderdaad, als je dan elke week haalt. Ja, bedoel. Ja,
En kom je hier omdat uit duurzaamheidsprincipe of zeg je ik heb wat minder te besteden en dan is het voor mij fijner? Nee, niet uit de duurzaamheid, ook niet van minder, maar gewoon makkelijk. Oké. Je hoeft dan niet zo gauw meer andere dingen te halen in de supermarkt, dan ga je toch wel gauw in de buurt zitten. Ja. Hi. Hoi. Kom je vaker boodschappen doen? Ja. Ja, elke week? Of? Ja, bijna wel. En waarom kom je speciaal hier? Nou, omdat ik het een mooi initiatief vind. Omdat anders de groenten gewoon weg worden gegooid. En ik tegen food waste ben. Oh, heel goed. Hoi. Kom je hier vaker wat? Ja. Ja, wat vind je van het project? Ja, ja? Ja? Hoe lang kom je hier al? Ja, sinds een aantal weken. Ik kom voornamelijk voor het brood. Ja, een euro zag ik. Geweldig. Geen geld. Ja, ik vind het goed dat het dan niet weggegooid wordt. Ja. Dus, is dat ook de reden dat je hier komt? Ja, echt uit duurzaamheid? Ja, echt. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dus, is het ook zo dat je het doet omdat je misschien wat minder te besteden hebt? Of? Nee, dat niet. Maar okay. Ik vind echt het duurzaamheidsaspect heel belangrijk. Ja, nou, fijn om te weten. Ja, zeker. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Koop je ook wel tweedehands kleding? Nee. Waarom niet? Omdat ik gewoon nieuwe kleren koop. En koop je ook tweedehands kleding? Ja, veel. Ja, bij welke winkels ga je dan langs? Er zijn een paar tweedehands winkels hier in Arnhem. Er zijn ook echt hele leuke kringloopwinkels.